puff, 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 and if you smoke yourself to death. Nou, om afleiding te zoeken voor het roken, ben ik nu begonnen met baantjeszwemmen. Dat was de eerste keer, wel heel zwaar, maar ja, het is wel een goede afleiding. En nu, lekker een patatje eten. Een bakje koffie? Ja, lekker. Nou, ik ga nu even lekker naar buiten. Ik had net heel erg zin in een sigaret. En dan denk ik van, dan moet ik even frisse lucht hebben. Even lekker naar buiten gaan, wat ik anders ook deed als ik bijvoorbeeld stress had. Even een andere omgeving. Hoe gaat het nu met het stoppen met roken? Nou, moeilijk eigenlijk de laatste dagen. Ik weet niet, ik heb gewoon sinds het mooie weer gewoon weer heel veel zin in een sigaret de hele tijd. Dan ben je buiten en dan denk je van, zou ik gewoon een sigaretje opsteken? Stiekem. Of dan fiets je langs een benzinestation en denk je van, zou ik gewoon één pakje halen? Niemand hoeft het te weten. En vooral als dan vrienden bijvoorbeeld roken, dan heb ik het soms echt wel heel erg moeilijk nu. Wanneer heb je het nou eigenlijk het zwaarste met het stoppen? Nou, als ik op terrasje zit met vrienden, gewoon lekker in de zon, drankje erbij. Gewoon lekker genieten van het mooie weer en mensen kijken zo, dat vind ik altijd heerlijk. Lekker ontspannen. En dan mis ik mijn sigaretje het meest. Waar kan je dat gevoel dat je dan hebt als je wil stoppen of als je geen sigaret kan pakken mee vergelijken? Of dat je in de winkel staat en dat je in één keer je droomjurkje ziet. Misschien weet je wel wat ik nou bedoel. Ja. En dat je hem zo graag wil kopen, maar gewoon geen geld hebt. En dat je dan allemaal meisjes om je heen, vriendinnen of mensen op straat, in één keer in dat jurkje ziet. Oh. Dat je het gewoon zo graag wilt hebben. Ja. Ja, dat is gewoon hoe het soms voelt.